We gaan het hebben over Scorn dat uit is op de Xbox Series X en S en op de PC. Het staat op de Game Pass en um, ja, we gaan eigenlijk het komende half uur praten over een bijzondere ervaring. Dat is ja. wat het is. Dit is een experience. Ja, nou, dan ga je wel heel erg ver ja, je loopt een beetje op de zaak vooruit. <laughs> um, wat, ja, dit is zo moeilijk. want Normaal beginnen we altijd That's met... Dit is niet moeilijk. Het is makkelijk. Wat is dit voor een game? Puzzle game. Maar, ja, het is een puzzle game. Slash walking simulator. Ja, het is een, 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 het is een, een hele makkelijke, maar tedious puzzles uh, walking simulator game. Makkelijk? Uh, ja. Fuck makkelijk? Well. Ja. Oh man. En ik zal je zo meteen uitleggen waarom. Maar, okay. maar, en, ja, goed? en wat okay. er ook nog bij zit, is, is, een, is, een, is een onwijze horrorsaus. Dus daarom zou je natuurlijk niet, ja. niet zo goed... Uh, 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 kunnen bedenken wat het is, omdat het er een vreemde horrorsaus overheen zit. En een hele vette trouwens ook. Ja. En hier en daar heeft het wat action shooter is elementen Klopt. Ja. Ja. Maar het is inderdaad, ja, waarvan waarom? iedereen meer... dacht dat dat de boventoon nou ja, zou voeren. Dat is eigenlijk een beetje al. Ik was ook een beetje op het verkeerde been gezet. Ja. En in het voortraject hebben we wel filmpjes gezien en trailertjes gezien. Die ik eigenlijk best wel niet super vond terugkomen in uiteindelijk wat ik gespeeld heb. Dit soort dingen zagen we veel heel erg in de, in de trailers ja, toen. Um, weinig uitleg. En inderdaad, ik denk dat heel veel. Ik, ik zag namelijk uh, heel veel mensen die zeiden: nou, nu heb ik het eruit geflikkerd. Wat een dief, trage kutzooi is dit. En dat zijn allemaal mensen die hadden verwacht dat ze hier. Nou, ik wil niet zeggen Alla Gears of War, maar gewoon lekker knallend door dit lugubere. Wereldje heen konden gaan. En... Maar dat is niet fair, want de uit de 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 ontwikkelaar ja. heeft gewoon al die tijd duidelijk gezegd: van mm hé, -hmm. hey, dit is dit is geen shooter, mensen. dit, okay. is, dit is dit is nee. Waarom dachten zoveel mensen het dan toch? Omdat het first-person uh, view heeft en ja. omdat het er op de een of andere manier heeft een bepaalde gewelddadige look altijd met zich mee dat er dingen dood moeten. Er, er zit, dus... ja, er zit wel na ongeveer drie vijfde van de game. Ga je opeens wel veel meer ja. de shooter kant op. Um, de eerste drie vijfde van de game is puzzels. En bij puzzels moet je denken aan. Um, het is de hele tijd een soort van labyrint van gangen. Waar, waar je dan op verschillende plekken op knoppen moet drukken of iets erin moet doen om bepaalde dingen, een mechaniek in werking te stellen. En en je het moet is. het ook volledig zelf uitvallen. Ja, dit, echt serieus. Doe, ja. Dit, dit was feitelijk een, een uh, maar nul handleiding. Ja, maar wat ook niet per se heel moeilijk is, want uiteindelijk je, je komt er wel. Ze, hebben, ze doen een paar van die. Ja, het is bijna een soort van gameplay game, uh, uitleg. Mechanics, de ja. soort van nu is het heel obvious dat je hè, van daar naar daar Kijk, moet lopen. Er, en shit, Dat je jongens. inderdaad iets aanklikt en dat er uh, 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 iets gebeurt met je, waardoor je de volgende dingen kan doen. Dus dat soort dingen. Ik, ik kan me er wel eens aan storen dat er te weinig wordt uitgelegd, maar in dit geval vond ik dat heel casual gaan. Ik had zoiets van: Het is hier wel heel duidelijk. En wat jij ook zegt, is puzzels als zijnde: er zitten een, daadwerkelijk een paar puzzels in. Uh, ja. Je begint vrij snel met een, uh, met een, met een soort van uh, nou ja, Tetris-achtige uh, ja. leuke. Dat vond ik echt een leuke puzzel. Oké, okay. maar. Alsnog, en dat geldt eigenlijk voor elke puzzel uit de game, is het, en dat, is, dat vind ik niet horen bij een goede puzzel, is het gewoon kutten totdat je er bent. Mm -hmm. En dat is precies hetzelfde eigenlijk. Soms zit je wel eens vast omdat je even niet weet waar ja. je heen moet of wat je moet doen. En dan is het gewoon rondlopen en kijken naar iets dat je gemist hebt. En dat vind ik niet intelligente puzzels. Nee en dat zit dat dus er zitten een paar puzzels die zijn wat leuker maar uiteindelijk is het soort van waar je weet ik wel, een, een sudoku of een of zelfs een, een Rubik's ja is ergens ook gewoon uh, volgens yeah. mij op een gegeven moment logica en maar het is leuk je moet er naar kijken je moet een beetje soort van uh, vooruit denken en een paar van die puzzels hierin hebben dat. Veel is ook gewoon, inderdaad, wat je zegt: van loop naar de punt. En het maakt dan niet heel erg. Dat je moet dan zelf de volgorde uitmaken. Je moet hier en daar wat dingetjes heen en weer. Of, of wat dan ook. Om uh, weet ik, van een karretje over een baan te duwen. En het is of links of rechts of wat dan ook. Maar uiteindelijk is het gewoon de mogelijkheden exploreren. Mm -hmm. Totdat er iets gebeurt wat klopt. En dat vind, dat vind ik gewoon niet smart. Dat zijn niet leuke puzzels om nee, te doen. Nee, je ziet dan inderdaad gewoon een, uh, een soort vallen symbool. En uh, wanneer je iets wel kunt doen, dan krijg je een soort van wit bolletje erbij te ja. zien. Uh, kun je er nog niks doen of heb je er al iets gedaan, dan, uh, dan is dat bolletje niet vol. Uh, is het gewoon een soort van kruis. Of een, het is niet een, het is een half kruis. Een soort Zoiets soort van, inderdaad. Zo dus ja. dan weet je van, oké, okay, als dit nog niet is waar ik moet zijn, dan ga ja. ik even een stukje verder zoeken. Ja. En, ja. en dan loop oh, je ergens anders dan heen. heen en, dan, en dan, dan is het, daarom zeg jij het is een walking simulator, want dan loop je door inderdaad. Ja. een, een, een kan sprinten, een beetje. Ja, okay. nog, alsnog vind ik het slow voor, ja. voor hoe ja. weinig er gebeurt in hey, die game. Zeker verplaats je je slow en dat is natuurlijk dat heeft waarschijnlijk een reden omdat de plekken waar je komt zijn af en toe echt nou ja af en toe ze zijn over het algemeen super vet en vooral heel erg eigen eigen als in videogaming want dat is natuurlijk Geiger meets Beksinski Geiger meets Beksinski wat wat twee hele vette artists zijn dus die stijl heb je nog nooit op deze manier gezien daar is het in principe sublimen, want af en toe kom je in ruimte dat je denkt: van, Nou, wow, hoe kan je dat verzinnen? Maar aan de andere kant, het is ook overal bijna hetzelfde. Dus wanneer je het begin van de game hebt gezien, dan heb je ergens het eind ook wel een beetje gezien. Het zijn vijf secties, als het ware. Ik actes, vind, wel, ja, ik vind het, het laatste bijvoorbeeld vind ik wel duidelijk anders. Dan kom je in een soort van porno paleis bijna <laughs> ja, <laughs> ja, maar die game is heel suggestief. sowieso. Ja, nee, inderdaad, met absoluut. dingen hier in gaatjes steken en, en dit en dat vies geluid en daar is het heel dus heel <laughs> erg eigen in. Ja, totdat je uh, uh, de repetitie daarin ziet en uh, en de inspiratie ziet van waar we dit vandaan ja. komt. Je ziet van oké, okay, ik snap dat dit inderdaad een logisch vervolg is van. Maar in videogame is het, is het heel erg. Uh, videogaming is het wel heel origineel. Ja, um, uiteindelijk ga je. 1, 2. 3, je hebt vier wapens, als het ware. Je hebt een soort van... Ja, zo n, zo n een plopper. Een plopper, inderdaad. Die, die, die stoot er iets uit, weet je. Dat is echt een, een kutwapen. Dat is een kutwapen. Uh, ja. Je hebt feitelijk een handgun. Een eigenlijk. De shotgun. En uiteindelijk krijg je ook nog een soort van raket. Uh, als er opeens een eindbaas is... Want je hebt opeens een eindbaasgevecht. Um, ik, ik zal je heel eerlijk bekennen. Um, deze game... Kan je buitengewoon frustreren? Uh, Skate zei het net al binnen voorbij die eerste puzzel. Had je die eerste puzzel snel? Die eerste puzzel had ik niet snel. Ik ben naar YouTube gegaan. Ik heb gewoon een walkthrough gezocht. Hmm. Dat is vo volkomen fout. Maar ik ga dan. Ik, ja, weet je wel, mijn vriendin kwam alweer beneden. Van is het weer zover? Ik ben aan het schillen, aan het schreeuwen. <laughs> ik trek dat gewoon heel erg slecht. Uh, als ik vond dan... die puzzels juist leuk. Omdat dat, dat, dat was daadwerkelijk ja. een puzzel waar je eventjes als een puzzelgame voor moest gaan zitten om te puzzelen. En niet soort van. Dus random een beetje verslepen nee. en, en, dan, en, dan, en dan kom je er uiteindelijk wel. Wat ja. het merendeel van deze puzzels is in de game. Ja, ja uh, ik, ik kwam verder omdat ik die, de eerste uurtjes toevallig aan het streamen was. Je hebt gehol geholpen toen van de Toen waren er na een uur waren er ook echt mensen van uh, hey, misschien moet je dit eens even, moet je daar eens en daar eens even naar gaan kijken. En, oh, kut, en toen viel het kwartje op een gegeven moment wel. Maar anders had ik waarschijnlijk nu nog steeds bezig geweest. Nou, misschien ook niet, want vroeger was ik wel best goed in die. Je had vroeger van die kleine plastic dingetjes. Met één gaatje erin. En dan moet je steeds schuiven. En dan. Als je het goed schoof. dan kreeg je een mooi vormpje. Of zo ja. Wat, weet je wel. Een, een tekeningetje. Ja, dat ja, is dit in principe ook. Ja. Maar je moest maar weten. Dat bijvoorbeeld. Die, dat ene dingetje eerst kapot moest. Bij wijze van spreken. Ja. Voordat maar dat is gewoon, je echt. Maar dat bedoel ik. Het is kutten. Ja. En soms is dat leuk. Uh, wanneer iets heel intelligent. of wat dan ook werkt. En soms is het kutten ook gewoon. alleen maar kutten of zo. En dat je denkt van ja. Nou ja. Heel vaak had ik het idee van. waarom? Waarom hebben ze gekozen voor. Deze puzzel hier. wat en Ja, dat, nee, maar dat dus ook. Dat is, het, er is geen, en dat is natuurlijk ergens logisch, maar er is geen logica in hoe de wereld werkt. Nee, nee, en waarom ga ik nu opeens een uur lang alleen maar shooteractie doen? Waarom heb ik opeens een eindbaas, weet je wel? En een ja. eindbaas die dan ook doodgaat en dan weer niet? En ik had op een gegeven moment ook iets van: wat moet ik nou doen om die gast kapot te krijgen? Weet je, hij heeft drie fases of zoiets. Ja, de hele, en dan, dan ga je inderdaad trial and error doen. En dat Dezies. is eigenlijk. Wat je nou de hele game is, niet wil hebben. Nee, de hele game is trial and error. Met nee. een hele langzame pas. Ja. In een hele uh, uh, ziek, vet vormgegeven wereld. Ja. Maar toch had ik dit niet willen missen. En dat is raar. Hè? Bij, bij, bij heel veel andere games, waarschijnlijk met een andere setting, had ik gezegd: van dergende shit. Ik, ja, ik moest hem capture, dus dan moet ik wel. Uh, maar dat maakte mijn weekend voor een deel niet zo tof. Maar uh, ik heb wel iets meegemaakt. Dit blijft me wel bij. Uh, Hoe ik, lang? Een jaartje. Max? Nou, nee. Ja, ja ik ga je niet, niet beweren dat dit, dit hoogstaande AAA-content is. Uh, kijk nu de Game Pass heeft, heeft het lek boven. Uh, Sony, pas maar op. Dat, dat is het nee, niet. Maar niet. Um, ik wil het bijna geen game meer noemen. Het is een experience. En als je daarvoor open staat. Ik heb bijvoorbeeld uh, bepaalde dingen werd ik echt misselijk van. Dat je heb ik zelden van. Uh, ik, bijvoorbeeld, uh, we, net hadden we al beeld van dit enorme eind. Een nou, soort van monster wat daar zo... Ik vond dat fucking scary, weet je wel? Ik, bedoel, echt Ik vond van... het in het begin dat je iemand soort van uit een kokonnetje moet zagen, ja. dat je dat soort van bloed en je ziet die, die terror in iemands ogen, in dat beestje dingetjes ogen. Dat was heel fucking hard. Maar, maar dit, is toch, dit is toch een fucking ultieme nachtmerrie? Want wat, wat, waar Nee, we... weet je waarom niet? Nee? Omdat er niet zoveel in gebeurt. Je, heb je je, dat die ja, maakt het toch eng? Nee, op een gegeven moment vond ik maar Ik, ik was er best wel in, op mijn gemak of zo in die game. Ja? Omdat je op een nee. gegeven moment gewoon... Uh, uh, ja, dan heb je, de, weet ik veel, de plopper en wat er nou, ja, dan ook. Ja, dan ga je af en toe wel eens dood. Omdat je niet genoeg dodged en niet genoeg health bij je hebt. Want dat, dat rare soort van ja, bloem-octopus dingetje wat je ergens zag. Daar dat, dat ja. kan, kan je je health mee bijvullen. Um, dus ja, dat is ik, de Resident Evil aanpak, het is gewoon heel lastig en heel traag. Dus dan, dan moet je maar opletten wat je doet. Griezelig. Ik snap wel, ik snap wel oh. dat dit een setting is die, die is menig uh, gamer kan haunten, zeg maar. Die, ja, maar er uh, gebeurt niet zoveel. Het is maar, uiteindelijk ja, niet maar zo maar het, is de, het is de setting die, die, die voor beklemming zorgt. Zeg. Maar, maar ja, moet okay. er veel gebeuren dan? Ja, dat, is, dat, ja, dat, is dat het vind smart. ik wel. Ja, want, ja, wat okay, ik, ik zat op een gegeven moment met uh, mijn vriendin... die zit ernaast te kijken en die zei van... Oh, maar is het, gaan we schrikken dan? Ik zeg van ja, nee, dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Dus het, nee, is niet. Nee, het is geen game van jumpscare. Nee, maar daarom, dus de, de, ja, de, 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 de setting en, en de atmosfeer... is inderdaad een soort van eerie. Maar er gebeurt voor de rest, daar doen ze niks mee. Dit appelleert wel heel erg aan wat ik eng vind... Ja, maar er gebeurt niks. Nee, dus dat, dat is, is, is niet. Het, dat, dat, dat vind ik niet. Eng. Het, het is soms ook gewoon de, de kunst van het weglaten. Ja. Nee, nee, maar kijk, als je dead space speelt, maar dan komt op een gegeven moment de hele game niemand uit de kast. Ge ja, dan, is, dan is het gewoon. Ja. Maar dit speel je in principe in... En dat vind ik nog veel scarier qua setting dan dit. Want dit is gewoon, dit is zo fictief dat alles is weird, inderdaad. Dus dan is er uiteindelijk niks meer weird. Mm. Dat is een beetje hoe ik het voelde. Maar wat, 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 ik, wat, wat ik tof vond, is, kijk, het is. Ten eerste, het is geen lange game. Ik heb er nee, een vijf punt. uurtje over gedaan en ja. dat is, denk ik, voor, voor een deel ook omdat ik gewoon niet wist wat ik moest doen. Maar het feit uh, dat die man-vrouw, waar ik nog niet eens uit ben van wat er nou aan de hand is, gewoon hulpeloos is en ja, ja. Je, nou, jij, jij bent als, bijna als enige niet zo hulpeloos, omdat jij bent ah, in ieder geval ja. dingen aan het doen. En, en, daarom en, snap ik. En toch kan je jezelf niet redden. Nee, maar er is, er, is iets, er is iets wat ik wel grappig vind aan dit. Is dat dus met alle weinige uitleg... En we hadden het er net voor de review heel eventjes mm -hmm. over. Maar wat, wat gebeurt hier überhaupt precies? En dat is wat ik er wel interessant aan vond. Ik mm -hmm. had zoiets van, oké, okay, maar hoe ik het interpreteerde is dat soort van ergens een beetje net zoals in de Matrix dat er, dat er dingen geharvest worden of in dit geval dat je gaat er mm -hmm. in de Matrix is het energie van, 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 van mensen die wordt er letterlijk uitgehaald. en daarom zijn, zit iedereen soort van in een soort van harvesting megalomane gebouwen en hier had ik dit ook een beetje een soort van ik word wakker en volgens mij ben ik een beetje een soort van uitgebroken uit een bepaald systeem waar ik niet uitgebroken had horen te worden. Je, je, je bent een parasiet volgens mij. Ja, maar ik heb het idee dat soort van de mensen in deze ja, factory, zoals mm -hmm. ik het interpreteer, als een soort van iets, er wordt iets geharvest of wat dan ook gedaan is, dat ik hier niet per se had moeten zijn in, in, in die manier met, met alle tools en dit en dat. Toch? En waar zijn, waar zijn bijna alle andere uh, 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 entiteiten zoals ik? Dat soort dingen. Ik had zoiets van, wat, wat gebeurt hier? En dat vond ik interessant om daarover na te denken. En op een ja. gegeven moment, inderdaad, soort van. En iedereen je... denkt daar weer het zijnde van. Ja. iedereen ja. denkt er weer anders over. Want ik, ik uh, bedoel, for, voor mijn gevoel speel je eigenlijk met twee entities. Ja, dat zei je. En ik had oh -hmm. het gevoel helemaal niet. Ik had zoiets van, op een gegeven moment ben ik weer, omdat ik ben captured, gestript van alle dingen die ik hiervoor had gedaan. Ja, maar er is op een gegeven moment een, een part dat, dat er uh, later iemand. Dat ja. je uit die cockpits. Co co <laughs> co 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 komt. En. Um, weet je. Maar nee, er zijn er meerdere wezens in. Op een gegeven moment wordt het een gaat er in iemand. Maar jij niet in je ascension. Daar komt het uiteindelijk volgens mij op neer. Ja. jij wil compleet worden en vervolgens een soort van hemelvaart uh, doormaken. Ja. Ja. Ik ja. heb het idee dat je een fabriek wil ontsnappen. Dat is het enige wat ik ja, uh, wat nee, ik heb. Nee, nee, ja, ik nee, ben er ook nog niet over uit, maar ik vind dat overigens wil ik wel even zeggen. Je ziet heel veel shooter actie. Dat komt omdat ik die puzzels niet wilde laten zien, want dan weet je ja. wat je moet doen. Ehm um, het is ook wel weer fascinerend. Ik bedoel, games van tegenwoordig uh, wordt eigenlijk exact helemaal voor je uitgelegd wat er gaat gebeuren. Dus je eigen interpretatie is. Uh, is gaat steeds meer naar de achtergrond. Ik vind ja. films altijd leuk als je bijvoorbeeld een open eind. oké, okay, wat, wat. als het een goede film is met een goede open eind. dat je. Dacht, oh, wat zou er nou gebeurd zijn? Volgens mij ja. is dit gebeurd. Nee, dat is gebeurd. Deze makers hadden echt het idee van we maken iets. Zij hebben er ongetwijfeld een idee achter, maar we gaan het niet uitleggen. We gaan het ook niet vertellen wat het is en hoe het werkt. It's up to you. Ja. En bij. Een deel van de gamers die dit gaan spelen. gaat het vreselijk veel frustratie, ellende en, en gegrom opleveren. En een andere deel gaat er helemaal in op. Ja. Omdat het. Uh, en dat laatste had ik, ondanks al die frustratie. had ik dit niet willen missen. Ik, ik vond dit toch best wel uniek. Ja, het is heel uniek. Het is interactieve art ook. Dat is wel ja. Ja. wat het is. Ja, maar en dat is het grappige. Ik, ik, ergens, ik, is het kunst. Ik het... Ja, het kunst. Ja, kunst? Ja, ook game games uh, zijn kunst. Ja. En, en, maar ergens, Kijk dit dan, man. Dit is toch gewoon. Zou ik bijna boel zeggen boel. dat het geen kunst is, omdat ze ja. dit hebben afgekeken van Giger en McSinski. Heavily inspired. Heavily man. inspired, ja. Ja, oké. Okay. Maar dus, dus, maar wanneer ik iets ga na schilderen, maar met ja, ja. mijn eigen object van in de stijl van McSinski, ja. is ik dan nog kunst, of is het een replica, of is het mm -hmm. nog bijna kitsch? Maar het ja. is al in een gamevorm gegoten. Hè. En ja, dat okay. is niet eerder zo nee. gebeurd. Nee, dat klopt. Maar, maar als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld uh, uh, een game die ook niks uitlegt en waar je ook gewoon van aan. Naar een soort van journey mee maakt, insight, wat we alle twee echt een hele vette game vind, vinden. Daar dat is ook de draait ook op sfeer en daar doe je ook ja. niet zo heel veel in. Behalve dat de elementen die daarin gebeuren zijn heel simpel, maar hoeven daardoor ook niet heel ingewikkeld en goed te zijn. Mm -hmm. En dat is wat ik hier zo jammer aan vind. Is dat het, het gebeurt inderdaad in een art setting die heel vet is en het hoeft inderdaad ook niet per se meer dan 5-6 uur te duren, maar wat je erin doet doet het gewoon niet zo heel goed. Nee, gameplay-wise. Ja, en nogmaals, ja. de insight... is gameplay is ook niet moeilijk. Je moet hier en daar een beetje platformen en en voor de rest ben je ook wel helemaal een beetje aan het aan het. Ja, lopen. maar wel lekker gamey. lekker gamey. Wat wat wat, wat mij uh, waar ik gewoon echt een hele tijd mee geworsteld heb tijdens het spelen van deze game is van, oké, okay, ik ben overtuigd van deze wereld. Ik, ja, weet je, I'm sold. Ja. dit is dit is echt dit is. Dit doet wat met dit dit mm -hmm. triggert iets in mijn brein, weet je wel? En ik vind ja. het het spreekt me ontzettend aan. Alleen, ik ben wel een gamer, hè? Ja, precies. En, uh, ik, heb een, ik, ik vroeg mezelf de hele tijd af: vind ik dit wel leuk om te spelen? Ja, en eigenlijk ben ik daar nog steeds niet helemaal over. Ik helemaal niet. En want dat is het ook een ding, soort van het ding. Het, het rondlopen en het, en het niet aan de hand worden genomen om, een, om een soort van een, je weg te vinden en te puzzelen. En je, dat is hartstikke tof. Alleen het duurt te lang. En de game is niet eens lang. Dus wat je daarin aan het, in, aan het doen bent. En alles is ook de eerste drie kwart in of, of sorry, de eerste helft of wat dan ook. Al die. Puzzels, want je hebt in het begin heb je echt een puzzel. Nou ja, daar mm -hmm. hebben jullie een soort lang mee bezig geweest. Voor de rest is het toch gewoon een soort van oh wacht, ik vind hier een gun. Waar past die in? Oké, okay, daar past die in. En dan gebeurt er iets en dan gaan er dingetjes zweven en dan is het heel duidelijk. Oké, okay, in het midden daar moet ik zijn en ik moet aan de andere kant eerst ook nog even doen. Dus die, het, 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 het er gebeurt niks. Nou, die, die het is alleen maar. Een, ze, 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 ze hebben een paar dingen bedacht ja, 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 ja. om je maar door de gamewereld te is, sturen. Het, de balans is een beetje raar. Van het begin is het best wel. Puzzle-heavy en 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 dan op een gegeven moment heb je een stuk gebeurt er wat minder en dan komt er weer een paar leuke puzzels aan en opeens ga je meer shooters je doen ja precies en dan komt er weer een puzzeltje dus toch nog aan ze proberen daar natuurlijk een opbouw in, in te, te doen en een en een, en een flow in aan te brengen Het ik vind mij die flow meer, alleen niet goed meer mistachtig mogen zijn wel wat meer van dat soort bewegende wat ik ook vervelend vond is bijvoorbeeld op een gegeven moment uh, moet je een puzzel doen en dan moet je drie Drie apparaten naar beneden laten zakken en dan moet je even, ja, gewoon het balletje moet dan helemaal rechtsboven zien te komen. Um, ik had niet door dat ik eerst daarvoor al die vijanden moest verslaan. Nee. Uh, wat niet makkelijk is, want het lijkt er echt wel op dat ze, dat ze weten: van oké, okay, daar heb je er twee voor nodig: twee kogels, twee kogels. Twee ja. Dieren. Ja. Als je er ook maar één verkeerd schiet, ben je op ja, lul, weet ja. je wel. En dan zat je te puzzelen en dan ben je... En, en was je dood. En je bent... Het heeft een aantal set save points. Dus je ja, bent ben je af en weer toe terug. ver terug. Ja, vies ver je terug inderdaad. Vies ver terug. En dat je denkt van... Oh, maar ik loop hier te langzaam voor, jongens. Ja. Ja. <laughs> ik ben niet... Dit soort nu, ik, ik, en dat is het ding, hè. Wanneer je dus ook... Um, die doodgaan en, ja. en, en dan dus daarbij uh, iets opnieuw moeten doen. Dat is in Dark Souls, weet je. daar gaat het daarom. En letterlijk, daar gaat het daarom. Want je weet alsnog de volgende playthrough niet wat je kan verwachten. Nu kan je de eerste tien minuten mm -hmm. kan je uittekenen... want ik moet daarheen lopen, moet ik moet dat ding ja. pakken. Dat is niet goed. Dat is, je gaat dood. En, en, en je moet ver terug. En dat is dan de straf dat je ver terug gaat. Behalve dat je dubbel bijna wordt gestraft. Want de eerste tien minuten weet ja. je precies wat je moet gaan doen. En dat het saai is en dat het langzaam maar is. Maar hadden ze dan niet? Want ik wil dan een beetje toe naar. Uh uh, het is op Game Pass. En wat je nu ziet, is dat er een deel... En dat is, uh, van de mensen zegt van... Ja, ja, op, net Steam die... toch, op, ja op Steam toch, bijvoorbeeld. Ja, ook op Steam. Maar dat, dat, dat mensen zeggen... Uh, uh, zie, zie je wel, dit is wat er gaat gebeuren... als games op Game Pass worden, weet je Het is gewoon... de game is niet helemaal solid en bla, 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 bla. Ik en hadden ze, niet, hadden ze niet van tevoren eigenlijk moeten zeggen... jongens, dit is geen game. Dit is een experience. En dan gaan mensen minder mensen het kopen. Want, want juist door het feit dat, dat je kunnen, dat er maar je wel uit ziet en een shooter ja. lijkt... gaan maar ja, maar ja eerlijkheid Marketing verkoopt uh, is ja, niet even, Dat, dat ja, draait okay. niet om eerlijkheid. Eerlijkheid dus verkoopt weinig, inderdaad. Dat, dat, dat snap ik. Maar uh, ik denk als ik dat had geweten... dan nou, moet ik mezelf wel afvragen of ik eraan begonnen was. Precies. Uh, dat is precies het, het geval. Daarom hebben ze dat uh, niet ja. gedaan. Maar ik had het niet willen missen en wie weet als ze bijvoorbeeld het hele shootergedeelte gedeelte Ja, legt dat gehad, maar eens even uit in een marketingpraatje weet je wel het is een experience ja. die we die, die misschien niet meer aanspreekt aanspreken maar die achtige developer die gewoon ja tuurlijk dat is super klein team super klein ja, nou. team dat hij aan gewerkt heeft ja. sinds 2013 hè dus... heeft hij, dan heeft hij te veel gewild. nee, nee. 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 misschien is het precies nee. zijn visie maar omdat wij als recensenten natuurlijk heel erg aan een ja. gaming meetlat willen leggen ja. en niet alles kunnen plaatsen in ja, maar, onze gamer nou, dat. we kunnen niet alles plaatsen, maar ik probeer natuurlijk ook en dat hebben we allemaal op onze eigen mate denk ik aan, aan deze tafel dat we proberen te zien voor wat het is. Ja. Mm -hmm. En dan ga ik alsnog ga ik twijfelen aan soort van maar het is, het is heel mooi, maar er, zitten, er, zijn, er kloppen gewoon een paar dingen alsnog niet aan, zeg nee. maar. Uh, je kan een hele mooie film schieten visually, maar als je daarin het, een, een verhaal vertelt dat uh, bijvoorbeeld ergens veel te lang dragt en, en daarna ergens wat vluchtig nog, nog verandert of, of wat dan ook, ja, er kunnen alsnog dingen aan man mankeren. En ik vind de flow van deze game en wat ze er qua gameplay in hebben proberen te stoppen, vind ik alle twee niet zo sterk. Nee, dat, 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 dat onderschrijf ik. En als ik dan hoor, want ik heb hem op de Xbox Series X uh, gespeeld. Als ik dan hoor dat hij 4 tientjes is, vind 40 ik dat. Piek, ja. Vind ik dat, ja, dit is nog niet de budgetbak kopen. Dus dat mogen jullie straks doen. Vind ik dat veel geld. Ja, um, voor 5 uur experience zou. Maar ik vind ik is al veel. Uh, ja. maar, maar sommige echt insane experiences of, of, of games kan je prima met vijf uur. Dat, je, weet je, dat, dat zeggen we vaker. Zo van, dat niet alles is, is voor minuut per, per, per uh, uh -huh. euro's per minuut uh, te doen. Maar vind ik alsnog deze prijsverhouding veel te groot. Maar, maar laat je. ik dan. Dit, 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 dit he, deze experience heeft namelijk wel indruk op me gemaakt. En, en, en ja, een, op basis ja, dus van... Nou, ja. Leuk dat ik dit gespeeld heb. Nee, dit, dit is iets wat mij wel aan het denken heeft gezet. En, wat je, voor, wat, wat waar heb je over na? Okay, van wat heb ik nu ervaren en wat heb ik nu meegemaakt? En, en wat is nu het idee hierachter geweest? Het feit dat de ontwikkelaar mij zo aan het denken zet, uh, vind ik wel wat tientjes waard, zeg maar. Ja, 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 je hebt het ik, niet betaald. Ik, ik, dus ik heb dat, is dat ik heb zo ik, maar... ik, 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 ik weet niet of ik het game-wise zou vet vond, maar de experience die ik heb meegemaakt, vond ik echt indrukwekkend. Ik bedoel, het feit dat je. Geschokt ben door een wereld dat je er misselijk van wordt, dat ik, dat ik het griezelig vond. Dat heb ik gewoon met weinig games. Dat heb ik hier wel gehad. En daarom wil ik ook even dat knuppel in, de, in die, in die hoendenhok uh, gooien. Van zien we hier nu langzamerhand ook een beetje wat er gebeurt uh, door subscription models waarin je ook niet alleen triple E of misschien krijg je dat wel helemaal niet omdat dat niet financieel haalbaar is. Dat, dat weet ik niet. Dat, kun, dat, dat gaan we straks zien. Maar dat je dus ook dit soort experience krijgt uh, binnen jouw. Abonnement. Want daar, daar heb ik dan niet zoveel probleem. Maar vier tientjes denk ik fucking help, dat, dat is echt heel veel geld. Voor, voor een game die 100% zeker de helft van de mensen die hem gaat kopen, gaat tegenstaan. Ja, ja, dat dacht dat, 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 dat Die vind ik niet helemaal uh, in, in verhouding. Precies, prijs, want bij maar... Game Pass, natuurlijk betaal je ook je abonnement. Maar heb kan je wel zoiets na een uur van. Oké, okay, het is niet mijn ding. Oep, nee. Doei. Dat heb ik met Netflix ook of met HBO. En mij pakten het uiteindelijk wel en dan moet ik het eerlijk zeggen hè? met YouTube erbij met, met een walkthrough af en toe als ik vast zat had ik dan gewoon net maar ik wilde gewoon waar gaat dit naartoe man dit is ja. zo die wereld ja. wilde ik zien dus ja, dat is het is een hele ja. rare eigenlijk hele rare maatstaf die je gaat neerleggen bij een game ja, maar dat is heel tof dat dat juist inderdaad op die manier inderdaad dat jij al zegt van is het kunst en dat jij op die manier ja. heeft, ik wil weten hoe dit afloopt, weet je, op waar het ja. heen gaat wat we en inderdaad soort van daarna over nadenken je eigen interpretatie. Dat doet het supersterk in een supersterke wereld. Alleen het had het had echt het had nou. goed kunnen zijn als ze de gameplay flow en 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 wat dan ook hadden, hadden hadden meer hadden gebalanced of beter hadden gedaan. Ik moet zeggen dat ik het onder de streep sowieso wel goed vond. Ja, ik niet. Dat, 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 dat begrijp ik volledig. Ik, ik ben mm -hmm. ook niet hier om jou nu nee, daar nee, af te helpen. Nee, nee. Ja. Want ik zie ook gewoon op Metacritic, ik zie tienen en ik zie tweeën. Weet ja, je wel? Ja. Dus ik zou het, alle twee vind ik het uh, inderdaad ik de veelste match. Maar voor, nee, maar voor, beide hebben gewoon een, 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 een punt. Ja, dus ik vond het een, 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 hoe het een try, wat is het in, in het Nederlands? Een, een poging, een prachtige poging. Maar dit feilt. Dat is ik Wat ik ze wil meegeven... Het is wel uniek. Doe, hoeveel fucking dezelfde soort games hebben we de afgelopen jaren gezien? Precies. Dit was wel echt iets wat ik nog nooit had gezien. Um, um, maar. Game ja, ik zit dan, ik denk dat wij wel Moeilijk, weer een moeilijkere hele... moeilijkere puzzels, snellere gameplay dan, dan had en en dus... snel had voor mij niet gehoeven, maar jawel als je ja. doodgaat en je moet tien minuten soort van net te langzaam... dat je denkt, van godverdomme had het maar twee keer zo snel maar gaan, dat, dan had ik ieder van die tien minuten misschien dat, iets, dat, frequentere dat de... puzzles, iets frequentere puzzels, iets voor Soms precies, er ja, ja. af en toe echt er veel tijd tussen af en toe was het letterlijk zelfs gewoon, oh check wat we hier hebben verzonnen voor ja. de gang, want dan moet je gewoon, kom je ergens aan met een trap of met een lift en dan gaan er drie plekken Nou, dan ga je naar links, oké, okay, daar zit een deur met een met een met een, met een icoontje, daar zie ik. Dat ik nog niet langs kan. Uh, Oké, okay, dan heb ik nog twee dingen over. Dan ga je rechts. Random. Weet ik veel. Maakt niet uit rechts. Dan ga je gewoon door een gang. Gebeurt helemaal niks in de gang. Staat er helemaal aan de andere kant van de gang. staat Een device. Waar ja, ja. je weer even een vingertje in moet douwen. Ja. En, en dan loop je verder. Dat je denkt van, ik ga niet weer terug. Ik ga verder. Kom je uit bij één gang of één. Of van de twee. Of twee ja. van de twee. Dus niks. In, 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 vanaf het punt dat ik dus die, die, die drie sprong zag. Er is niks in gebeurd, behalve dat ik door een gang ben gelopen ja. en één device heb aangezet. Ja, dat en is bad. Dat en het is gewoon... Sommige gangen waren dan weer ridden met die beesten. Oh, uiteindelijk wel. Sommige inderdaad. Maar er zijn ook gangen waarin niks gebeurt. Nee. Behalve dat je door een unieke wereld loopt. Ja, maar ik op, vind een dat niet op een of andere manier, ik snap wat je bedoelt. Ja, het is en wel een dan beetje dan om de grootheid ervan aan te geven. En het is ook de, de, Want de, de, soms de, kijk je naar boven, holy shit, waar, waar ben ik, weet ja. je wel? Ja, maar nee, dat bedoel ik. Dus het is een daarom is het zo zo een walking simulator staan. Wat, wat ik dan weer wel tof vind, bedoel de shootermechaniek uh, is absoluut niet top notch Want zeker dat, dat stootwapen, daar da, 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 da schiet je de hele tijd mis mee. Ja. Weet ik. Maar ik hou altijd een beetje van de Resident Evil aanpak van ammo is ja. schaars. En, uh, de, de, en, en misschien kun je dan ook zien van het feit dat je best wel een end moet teruglopen. Dat heeft feitelijk... Dark Souls ook. Dat is een straf. Ja, maar, ja. Ja, maar dat, is, dat, dat zeg ik ook net. Dat, ja. dat is een straf. Behalve dat je in de, het feit dat je geresurrect bent en daarna, is er gelijk weer iets nieuws. Ja, Want het is nooit ja. hetzelfde. En hier is het oh, tien minuten... Oh, ja, op een, het, blad je blad een beetje... ja. Wel ken hoor. Ja, uh, ja, ja oké, okay, maar ik bedoel, er zijn vijanden uh, en, en, en je moet het nee, überhaupt nee, dat dat een waar. paar keer doen. En nu, ja. ben, wat ik zeg, ik, het, is, het is niet eens overdreven dat je zegt, je weet nu wat er de volgende tien minuten aan saaie niks gebeurende shit gaat niet gebeuren. Dat is Jammer dat de wereld net niet wat rijker is en, ja. en wat meer random En dan ben je natuurlijk drukken. afgeleid en dan zie je niet meer hoe, wat voor een mooie setpieces de artists hebben gecreëerd... Ja. Uh, afgekeken van twee artists. maar ja. maar de, de, dus nou ja, nee, it 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 feilt. Het is een desolate beautiful. natuurlijk in de wereld, hè? Die, die ze hebben gecreëerd, het desolate. Het moet niet, het moet niet van begin tot het einde vol met vijanden zitten. Want dan precies. dan schiet deze game aan een pool voorbij. Nee. Het is niet de intentie van, van de makers geweest natuurlijk. Nee. Nou ja, dat, 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 ja, nee, exact. Ik, ik, die eerie wereld die ik ook echt eerie vond, dat, dat vond ik wel tof. Er zijn weinig games. Ik denk dat Bloodborne vind ik een goede van. Die wereld vind ik. Fucking naar, weet je wel? Appelleert aan dood, verderf, uh, alles wat ik ook niet tof vind aan ouder worden, weet ik allemaal wat al dat soort shit. Dat dat had je hier ook. En heel veel werelden proberen dat, ja. maar die gaan zo grotesk en te heavy en en bloed, weet je. Wel? Nee, er waren hier echt wel dingen dat ik van, oh, fuck, wat, nee, oeh, wat, wat wat zie ik nu, weet je wel? Die, die die, op een gegeven moment heb je een soort machine. En daar komt dan een soort, soort misvormde baby. in. Ja, dat bedoel ik. Ja, die, die moet je dan nog, die moet je dan je nog moet een soort van pfft. zagen en pletten. En eruit uit zijn kokons scheppen. Hij en kijk je ook echt uit. Ja, daarom. Vreselijk. Toen voelde, toen voelde ik me ook eventjes goed naar. Toen had ik zoiets van: eigenlijk wil ik dit dat helemaal niet, niet spelen. Nou, dat is niet cool, weet je Maar wel? dat was wel echt een van de highlights van de game. Ja, absoluut. Het is bizar. Dus laten we het gewoon afronden. Want ja. is dit nou iets wat je. Uh, mensen aanraadt om te proberen? Of zeg je van je moet wel echt heel goed weten wat voor type je bent? Nee, ja, of... nee ik vind het dus. Ik zou, ik zou het iedereen aanraden. als het net ietsje beter in elkaar had gezet. En nu heb ik zoiets van het, het, het is. wat het doet. er doet iets, iets aan de game. doet het heel mm. goed. maar wat ze ook proberen, ze proberen. het is namelijk nog steeds wel een game. en game-wise. Daarom, experience-wise amazing. Game-wise ja. schiet het tekort. En daarom zou ik het niet mensen aanraden. Daarom. Okay. Ik denk daar iets anders over. Ik heb zoiets van, weet je, ga maar op je bek. Adam Kerman. Geef die vier tientjes uit. Of, uh, haal het binnen via Game Pass, weet je wel. Uh, ervaar het maar gewoon. En dan, misschien ga je het hartstikke kut vinden. Oké, okay, sorry dan, weet je wel. Maar, ja. het, maar het is het speciaal is, genoeg is voor je om die. Speciaal genoeg ja. om het niet. Ja. Aan, uh, uh, aan de man te willen brengen zeg maar. Ik, ja. ik, ik ga er tussenin zitten. Ik zou zeggen van ga er geen vier tientjes voor betalen. Dat ik denk als je tank kut vindt dan baal je heel erg van die vier tientjes. Ik denk ja, maar dat je gaat soms ook wel eens naar een kut film, weet je wel. Ja, denk, ja maar niet voor oh, 15 tientjes. euro. Nee, maar oh, toch. Ja. Nou ik vind vier tientjes veel. Daarom zeg ik ook van dit, ja. dit is nou echt iets voor Game Pass en Game Pass Ultimate kan je er nemen. Dan kan je ook op PC uh, 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 games spelen um, en, en probeer het gewoon uit. En je, je, je hebt die eerste puzzel. Bijt daar even doorheen als je vast zit. Uh... Nee, maar dat is het een van de leukste dingen aan ja, die nek, game. Precies. Het is daadwerkelijk een echte puzzel. In plaats van loop maar van A naar B via... Uh, maar maar zet, zet inderdaad door. Het is eigenlijk bijna hetzelfde wat je bij, bij, bij Souls-like zegt. Van zet even door, want je gaat op een gegeven moment wel dingen zien. En het duurt ook niet te lang. Dat, als dit langer dan vijf, zes uur was geweest, had ik wel gezegd, oké, okay, het wordt nu tedious. Maar uh, ja. ja, ik, ik heb wel, ja, wel iets unieks gezien. En hopelijk gaan ze dit nog, nog wat qua gaming nog wat vetter maken, dan hou ik wel van dit soort experiences.